Een kuurtje, bij ons heb je ook zo'n zonnekanonentoestand. En dan kun je voor een kuur. Want één keer, dat helpt niet, hè? Nee, niet echt. Nee, dat is eventjes... En ze gaan er ook niet gelijk een half uurtje onder. We hoe werkt dat? Ik heb het nooit gedaan. Je moet het opbouwen. Je moet het opbouwen. Dus je moet het opbouwen. Ja. Je gaat liggen en dan... Je gaat liggen en dan bouw je het op. Door de warmte gaat het vanzelf, hoor, denk ik. Of niet? Nee, maar we doen eerst 5 minuten. Je hebt toch zo'n tosti-ijs? Ja. Ja. Leuk. Ja, heel leuk. En hoeveel keer moet je dan komen voor een beetje bruine pan? Nou, dat ligt er aan. Dat ligt aan de huidtype. Dit is de make-up, hè. Wij make-up op, natuurlijk. Ja, nou, je hebt mensen die zijn in 5 keer bruin. Maar je hebt ook mensen die doen er 15 keer over. Nee, maar echt dat Hans van Wilgenburg bruin, zeg maar. Nou, ik denk een half jaar wel, hoor. Ja, dan lig je echt te stoven. Dat is zo'n apparaat. Ja, echt wel. En kaartjes, kunnen ze terecht? Wat doe je nog meer? Ja. Wat heb je nog meer verhandeld? Geboortekaartjes. Ja, trouwkaartjes. Leuk. Dus mensen komen eerst onder de zonnebank en dan gaan ze trouwen. Dus het loopt gewoon door. En dan ineens wordt moeder ik zwanger. Ik vond de combinatie zo vreemd dat je denkt van zonnebank en trouwkaartje. Maar ze zien elkaar, je ligt er wat bloot. Ja. Dus het is, ze kan even, het is misschien dirty mind. Maar thuis denkt hij misschien ook wel zo. Dan van, nou ja, hup. Dus dan een geboortekaartje. Ook handig. Leuk. Ja. En lief dat je het over je moeder zei. Ja. Eindelijk is het dan zover. Eindelijk is het zover. En ik hoop dat ze meekijkt. Ze kijkt mee. Weet dat zeker, meid. Okay. Wie ga je doen? Willeke Alberti. Willeke Alberti met een prachtig lied, Telkens Weer. Succes, hè?
Hi, wat lief. Hey. Even zo. Wil ik wel even zeggen wie het is? Je zoon? Je zoon. Ik dacht, ik denk, ja, dat is het, onze zoon zelfs. Ja, tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Nou, ik bedoel Bruno's zoon ook. Ja, natuurlijk. We hebben hem samen gemaakt, zeg maar. Ja. Jacques. De terug naar de tijd van de film Rooie Sien. Toen Willeke dat liedje zong en ze er nog geen vermoeden van had dat ze ooit eens drie echtgenoten zou verslijten, voordat ze ooit misschien eens de ware zal ontmoeten, de man van wie sprake is in dit liedje. Een kleine, een grote zangeres. Een van de mooiste liedjes uit het Nederlandse repertoire van Gerrit den Braber. De onvergetelijke, mag ik wel zeggen. Zo'n liedje moet je klein houden, heel dicht bij jezelf blijven. Niet te veel uithalen. Ook een beetje dat kleine, dat heese moet erin zitten. Qua vertolking, qua neerzetten, vind ik heel erg knap. Ik weet ook dat ik herken naar dat mondje. Nee. Dus, een tijdje terug was er een concert met het Metropoolorkest. En dat was ter ere van Gerrit den Braber. En daar zongen verschillende artiesten, waaronder mijzelf, nummers van Gerrit den Braber. En Willeke was er ook en die zong telkens weer. En ik vond het toen al mooi. En ik heb net mijn ogen dicht gedaan en toen werd het pas echt eng. Het leek er echt heel erg. Kom wat goed, dankjewel. Leuk dat je dat zo zegt. Voor de zesde en laatste kandidaat, dames en heren, werd ik een beetje in de boot genomen. Hey, hallo. Waar zit Arie Bouwland? Die zit daar op die zandzuiger. Ja. Zou jij daar ons misschien even naartoe kunnen brengen? Jawel, ik kom er eigenlijk net vandaan, maar ik zet u wel even over. Heel graag. Het gaat namelijk om Arie. Hij is 20 jaar. Hij werkt als onderhoudsmonteur in Maasbracht. En elke dag moet hij met zijn bootje de Maas op om op het schip te komen waar hij dan werkt. De IJsselmeer, daar moeten we zijn. Even snuitje schoonmaken, dan zien we niks. En nu op zoek naar Arie. Dat is Arie. Hey, hallo. Hallo. Hey, we staan op een soort zuigapparaat. Ja, dit is een zandzuiger. Ach. Ja. En daar werk je op. Daar werk ik op, ja. Fantastisch. Kun je ons even wat laten zien hoe het allemaal gaat? Want dat lijkt me interessant. Nou, de enorme straal water wat je daar ziet. Ja. Daar spuiten we het zand mee los. Ja, ja, ja. Op de bodem, zeg maar. Ah. Je ziet hier dus die buis. Daar gaat het zand doorheen. Ja. Door deze enorme grote pomp. Ja, pomp. Helemaal via die grote buizen wat je daar boven ziet. Ja. Via die leidings op het water. Het wordt een soort van gewest tot gewest. Aan de kant, zeg maar, daar spuiten we het zand neer. Ja, ja. Arie woont nog bij zijn moeder en altijd als je zo rond de klok van vijf uur thuis komt, begroet zijn moeder van hallo, hoe is het lieverd? Hallo, ik heb visite. Ik heb visite. Dat begint dan niet over de visite meteen, even een keer overnieuw. Gewoon hallo, hoe is het? Gewoon, dat is gezellig. Hallo. 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 Ik heb visite. Toch? Ja, ik ook. Wat wil je die visite? Ja, ik zie het. Nee, hallo, hè? Nou. Ja. Ja, nou is niet erg. Maar nee, het maakt kom maar niet binnen, niet. Fijn, we mogen even binnenkomen. En dat is de visite dus, blijkbaar. En nou is het zo leuk als mama nog één keer een goede wens doet. Doe maar, mam. Ja? Kom op. Je kan het. Arie, ik wens je veel succes. Zie je wel. Zet hem op, hè, vanavond. Zo is het. Yeah. Zet hem op, hè. Hier is Arie Bouwland. Zo van het schip af, hè. Ja. Ja. Hey, je woont nu in Limburg. Ja. Maar je praat niet met Jacques. Nee. Hoe komt dat? Omdat ik eigenlijk uit Groningen kom. Dus, maar hoe lang woon je er al dan? Ik woon toch al mijn hele leven zo bijna zo'n beetje. Maar ook. Zie je, dat is heel hardnekkig, Gronings. Ja. Is hardnekkig. Hallo, zijn hele leven in Maastricht. Zie je wel. Jij altijd, je hoort het bij mij niet. Het is hardnekkig. Je komt er niet vanaf. Als je toch helemaal in het zuiden woont, denk je, nou, je gaat het toch vanzelf overnemen. Maar, mijn ouders zijn vroeger schippers geweest. En daar komt het vandaan? Varen altijd rond die omgeving. Ja. En op een gegeven moment is het schip uitgebrand. Oh, en toen zijn we aan de wal gekomen en blijven pakken. Goed. Nou, wie ga je doen? Guns N' Roses. Guns N' Roses, Axl Rose. Nou, dan is het zo. Dankjewel.